We naderen bijna de Duitse grens. Ed, die zit helemaal te janken naast me. Goedemorgen, we zijn vroeg uit de veren vandaag. We gaan een auto aankopen in Duitsland voor een klant. Tenminste, we hopen dat we hem gaan aankopen, we gaan hem daar keuren. Het is best wel een speciale auto, maar dat gaan jullie straks al zien. We gaan natuurlijk naar Duitsland, dus we nemen ook wat leuks mee. We nemen deze 992 Carrera mee. En daar gaan we onderweg wat over vertellen. Dus ik moet nog even wakker worden, maar kom maar mee. Dan gaan we meteen die kant op, anders zijn we veel te laat. Nou, inmiddels zijn we wakker geworden. De koffie zit er al in. We naderen bijna de Duitse grens. En we hebben dus een 992 meegenomen. Ja, de 992. Ik heb er zelf ook een half jaar mee gereden. Echt wel een van mijn favoriete auto's. En dat komt gewoon. Het is een sportwagen. Maar je kan ermee rijden alsof het een Volkswagen Golf is. Dus het is handzaam. Het is ook best wel zuinig. Want wat mij verbaast is dat op mijn verbruiksmeter nu 9,5 liter per 100 kilometer dat die aangeeft. Hij staat nu in zijn normale drive modus. Dus dan kan je er heerlijk mee cruisen. Ed en ik hebben gisteren wel ons benen getraind. Die zou het niet zeggen met die smalle pootjes van me. Maar het enige is dan het in- en uitstappen. Dat voel je aan de hamstrings. Ed die zit helemaal te janken naast me. Maar als je eenmaal zit, dan gaat het ook best wel prima. Deze 992, dat is eigenlijk de instapper. En de instapper heeft 385 pk. Achterwielaandrijving. Een PDK-automaat. En meer heb je ook eigenlijk niet nodig. Je hebt ook de S-versie. Die heeft dan 450 pk. Is nog steeds dezelfde motor en versnellingsbak. Iets andere setting van de software. En misschien de hardware ook wel een paar kleine veranderingen. Maar omdat deze versnellingsbak zo goed is. En zeker in combinatie met het Sport Chrono pakket. En dat kunnen we je zo wel even laten zien naar wat dat is. Meter, ga verder naar de A30. Oh, zie je, we zijn er bijna. Heb je eigenlijk gewoon voor pak en beet. Volgens mij is het op de nieuwprijs gilt 15.000 euro zo even uit mijn hoofd. Ja, ik zou het gewoon lekker doen met de normale versie. Alleen mensen zijn heel erg gefocust op die S-versie. En deze auto heeft dus zoals gezegd het Sport Chrono pakket. En het voornaamste, of tenminste wat het grootste voordeel vind ik van het Sport Chrono pakket is... Buiten de puist op je dashboard, dan de een vindt het mooi en de ander ja, die vindt het heel erg lelijk. Maar er zit dus een soort van of een stopwatch functie op je dashboard. Wat het dashboard wat minder clean maakt en juist wat sportiever. Want het is best wel gewoon een heel saai degelijk dashboard. De belangrijkste optie is de draaiknop. Kan je naar sport, sport plus, individual, normal, wet. Je kan alles kiezen, echt in een hand omdraaien. Maar het bevalt me eigenlijk prima, we zitten nu 2 uurtjes in de auto. Op die hamstrings na. Niks spannend. Niks. Nee, precies. We gaan de grens over zo. Ik zie je zo. Piet, je moet het ook met mijn muziek doen, want de radioontvangst is hier. Ja, je krijgt alleen die Duitse muziek. Ik heb nog een slechte muziek smaak en ik ben natuurlijk wat ouder als hem, dus. Maar nu komt die 911 wel tot z'n recht, want ga je met een supersportauto, dan zouden wij nu al niet gordel nodig hebben. En deze auto heeft instelbare demping en dat merk je wel gewoon. Het fijne ook is dat, ja, je kan het vanaf dit camerabeeld niet zien, maar dat kunnen ze wel filmen. Het regent en het regent niet. En daar vind ik het grote voordeel van die Sport Chrono knop zitten, want je hebt hier een wet functie op. En dan gaat de traction control en stabiliteitsprogramma, die zijn net even wat alerter. En dat geeft je wel een zeer zekere gevoel als je het gemiddeld, nou het zal zijn, 200 km per uur rijdt. Je kan het met een ja, beetje draai van je duim, letterlijk kan je het op wet, normal en sport zetten. En nu hebben we een vrije baan, kan die weer even op sport. Dat vind ik het allergrootste voordeel van het Chrono pakket. Nou, we hebben de Nederlandse Knaus Caravan natuurlijk, die in één keer... En naar links dreigt te gaan. En hij is weg. Zet je hem even op Sport Plus. Je voelt hè, die bak. Knalt hem echt er doorheen. Nou, inmiddels 2.10, 2.20. En caravan. Nou, we gaan iets doen. Het begint weer te regenen, dus ik zal hem iets veiliger zetten. Nou, we zijn er bijna.
We gaan kijken naar een auto die we gaan aankopen voor een klant. Deze meneer heeft vorig jaar bij ons een R8 Spider gekocht, een V10. En wil nu heel graag een Lamborghini Hurricane. Hij heeft gevraagd of wij de auto willen importeren voor hem. Aan willen kopen. En ik wil heel graag zijn R8 Spider terug. Dat heb ik hem toen al aangegeven dat hij hem kocht. Nou, hij heeft netjes gebeld en zei van, joh, wil je R8 wel, wil je terugverkopen, maar dan wil ik wel een Hurricane terug en kan je daarin bemiddelen. Dus we gaan nu bij een autobedrijf kijken in Bielefeld. Dan gaan we de auto ook even technisch beoordelen. Dus we hebben de testkast mee, om te kijken of er geen storing is aan het kilometerstand klopt. Lakmeter mee, zover we lak kunnen meten op die auto, want er zitten niet heel veel panelen op waar je de lakmeter op kan gebruiken. We gaan dan de algemene technische staat even controleren en kijken of we eruit kunnen komen. En dan gaan we de auto vandaag niet meenemen. Twee redenen. Als we het geld vandaag overmaken, dan heb je dat niet, zo'n bedrag vaak niet meteen op de bankrekening staan. En ik heb geen zin om de hele middag te wachten. En bovendien heb ik zo'n auto ook liever op transport. Dus mocht het doorgaan, dan maken we de financiën wel vandaag in orde. En dan sturen we mijn vader, die rijdt op de oprijwagen. Die is gepensioneerd en die vindt die ritjes heerlijk. En dan gaat hij hem op transport ophalen. Aankoopkeuring zit erop. Er zijn al wat puntjes en het is een Lamborghini die we gekeurd hebben en er zit ook Lamborghini prijs aan. Dus we gaan waarschijnlijk een andere prijsvoorstel doen. Ik hoop dat we eruit komen. Dan kan die deze week ook opgehaald worden en dan kunnen we hem gaan klaarmaken. Want de beste man die hem gaat kopen, waar we de opdracht voor doen, die neemt hem dan mee naar de Dolomieten in Italië en rallies. Dus we gaan er zorgen voor dat hij dan picobello is. Alleen dan moeten we er wel eerst uitkomen qua prijs. Zo, de currywurst zit erin. De aankoopkeuring zit erop. We zijn bijna bij de Nederlandse grens. Eindelijk dus gegeten. We zijn op deze mooie exotische locatie uitgekomen in het oost zo prachtige Duitsland. Kijkt u maar eens naar dit fantastische uitzicht. Maar we gaan jullie nog eventjes de buitenkant van deze 992 laten zien. Deze auto is net even anders dan de standaardversie. En wat deze auto's anders maakt is dat die een sportdesignpakket heeft. Kan je herkennen aan een andere voorbumper met een meegespoten lip. En in de tussentijd komt natuurlijk ook gewoon nog de plaatselijke Duitser langs. Sportdesignpakket houdt ook in dat je meegespoten sideskirts hebt. En het meest herkenbaar is de achterbumper van de auto. Dat neem ik nu zo even mee naartoe. Wij hebben deze auto zelf gezien van een zwart dak. Deze heeft een zonnendak, maar geen panoramisch dak. En anders is hij wel zwart, maar we hebben het in één zwarte lijn door laten lopen. Samen met het getinte glas. Daarnaast hebben we de Sport Classic wielen ook zwart gespoten. En voorzien van nieuwe Pirelli banden. Want hij had bijna kilometers, maar dan is het gewoon helemaal weer vers. En zichzelf, auto spreekt voor zich toch? Het mooiste van deze auto, wat ik net al zei. De kentekenbladhouder natuurlijk. Hebben jullie die al gezien, het nieuwe model? Nee. Maar wat ik jullie wil laten zien is de Sportdesign achterbumper. Dan heb je van deze vinnen die meegespoten zijn in de carrosseriekleur. Wat ik ook al in de auto zei, deze auto heeft het sportuitlaatsysteem. Dan krijg je twee ovale einddempers. Nou, dan kun je het schakelbare sportuitlaatsysteem herkennen. Deze zijn uitgevoerd in het zwart. Evenals dat de logo's, of tenminste het logo van Porsche, ook in het zwart is uitgevoerd. En wat je mooi kan zien hier is dat omdat dit standaard al hoogland zwart is, het raam is van de fabriek af aangetint en het dak hebben we mee laten lopen ook getint. Zullen we nog even proberen de laatste paar kilometers kijken hoe hard die kan? Het is nu droog, dus kom op. We zijn weer
bijna op bestemming. We hebben nog een uurtje te gaan, 100 kilometer. En volgens mijn boordcomputer hebben we nu 5,5 uur aan reistijd erop zitten. Gemiddeld verbruik van 1100. Nou, best netjes. Zeker als je het door meerekent dat we in Duitsland best wel hebben geknald. Nou, ik kende de 992 al best wel goed, omdat ik er al een tijdje mee heb gereden. Maar het blijft me elke keer verbazen. En over het rijcomfort en over de snelheid en de souplesse. Nou, jij bent ook wel verbaasd volgens mij. Positief verrast, toch? Ja. En de telefoon gaat, dus ik ben eigenlijk klaar met mijn review. Ik ga lekker naar huis. Dankjewel.